Er zijn natuurlijk ook wel gevallen bekend dat iemand die tot geloof kwam in de Heer Jezus en dan uiteindelijk door zijn familie ook begraven werd. Begraven werd? Ja. Niet fysiek, maar... Niet fysiek, hè? Nee. Oké, dus door gewoon... En er gingen, volgden ook 7 dagen van rouw, zeg maar. Maar er wordt er een lege kist begraven, moet ik het zo zien? Er wordt een rouwadvertentie geplaatst in de krant. En die 7 dagen van rouw die gedaan worden als iemand daadwerkelijk overlijdt, die worden dan ook gehouden.